Rick gooit het ding maar eens in, ja. Rick gaat peilen. Mijn pijlhengel. Dus die zal door de midden gaan dadelijk. Heb je al wat gevonden? Hier wel iets. Oh. Wat denk je, mosseltjes of zo? Wat stenen. Stenen. Die bovenkant. Even kijken. Daar moet de dobber ergens boven komen, denk ik. Ja, 2,5 meter. Even kijken, even kijken. Ik zie hem niet, man. Net zo bij de schaduw. Ik ben ook zo scheel als iets. Oh, daar staat hij. Zie je hem? En nou zie ik hem wel, ja. Beter. Dus jij dacht dat daar waterplanten liggen waar jij aan het peilen was? Dat lijkt het wel op, hè? En hoe weet jij dat zo goed? Wat een zooi, zeg. Oké, okay, nee, ik snap hem. Wat weet die gast veel, hè? Eric E. Bekend. Nee, een saaie muziek draaide jij niet. Dus jij dacht dat het een hele dikke was. Ja. Laten we eens gaan kijken. Gooit u mijn pijlhengel aan de kant, alsof het allemaal niks kost. Ik zal hem eens inzoomen. Oh, ik heb er nog geen zin in. Ik zal eens even om me heen lopen. Commentaar geven. Ja, ben jij een beetje goed in commentaar geven? Ja, op mij wel, maar ook een beetje positief commentaar. Hoezo? Ik zal even die eend filmen, want dit is helemaal niet interessant dit. Ah nee, oké dan. Ik zie wel een wilde. Oké. En de kleinste. Is hij de kleinste die je gevangen hebt vandaag? Ja. En de zwaarste is die van 29? Misschien wel de kleinste van het jaar. Bluff Kees. Oh, zegt hij. Ja, ik ruik het uit. Moeten we geen foto maken van een vis? Nee, je mag het wel zien. Wacht, zoom even in. Wacht. Hij heeft gras in zijn bek. Hang uit, vindt hij lekker. Oké. Even een beetje lucht geven, hè. Wacht. Ja. Dan gaat hij even vertellen dat jij hier zit te vissen en de rest van de vissen. Zullen we even bij Ricky in zijn tent gaan kijken. Of een zooi die ervan gemaakt heeft. Mooie tent, hè?
Hoeveel karps heb je nou gevangen? In die twee dagen? 9 en een stuk. En hoeveel heb ik er? Geen toch? 2 jongen, eikel. Oh. Ja, ik ken dan ook helemaal niet vissen natuurlijk. Kijk, daar had hij hem gevangen. Die eend is wel. Mooi Frans waterke, staat bekend om zijn grote steuren. Hey, maar wat is nou jouw geheime voerconcept? Geheime voerconcept? Wat ga je maken? Ga je gewoon dezelfde boilie er weer in gooien? Ja. Hmm. Heel goed. Hij doet het ook nieuw aan. Ja? Ga je ook een film? Ik ga kijken hoe jij dat filmt, ja? Ga je kijken hoe ik dat film? Ik zever toch ook maar wat. Kijk, dat is een geheime opbergvak. Deze bolletjes. Ja! Echt jongen, daar zijn andere wie jij daar hebt. Ik heb het gedaan, anders kent iedereen ze. Was weer wacht voor jou. Ik heb met een DJ. Hoe kan jij nou zenuwachtig worden als mensen naar ook kijken? Dat is altijd bij de eerste platen. DJ in hardstyle muziek. Waar kijkt er nou naar? Top. Oké. Okay. Dus kijken of je het eiland kan halen. Ik weet niet of het lukt om die boilie te volgen hoor, in de lucht. Ik kan het proberen. Daar is hij.